Jasper de Buist, sinds kort de trots van RTW Rijnmond, maar eerste plaats, dat mocht niet lukken. Ja, het is een beetje jammer. We hebben er 6 dagen lang voor gevochten. Hoofdzakelijk tussen 2 koppels en 2 koppels die ons de hele tijd op de hielen zaten. En uiteindelijk heeft 1 van de 2 sterkste koppels gewonnen, dus het is zeker niet onverdiend. Nee, Keijs en Terpstra waren ijzersterk. Jullie waren het ook. Ja, tuurlijk. Ik zeg het. Ik denk dat we niet voor elkaar moesten onderdoen en we hebben 6 dagen langer voor gestreden. En op het einde waren zij tactisch iets beter. Wij moesten natuurlijk voor die punten gaan, want als wij niet voor die punten gingen, dan kwamen die deren over ons en waren we ook tweede. Dus we moesten uiteraard voor die punten gaan. En zij hadden een afwachtende tactiek uitgestippeld en zij speelden op ofwel derde worden ofwel winnen. En uiteindelijk is dat goed uitgedraaid voor hen. Jij staat hier als 20-jarige. Je hebt al wat gewonnen, maar dit belooft wat, hè? Ja, tuurlijk. Ik heb tot nu toe een heel goede campagne in 2013 gehad. Het is nu 2014, dus ik probeer dat alleen maar te bevestigen. Mijn conditie is normaal nu in een stijgende lijn. Het doel is natuurlijk het wereldkampioenschap nu. Dat heb ik ook meermaals aangegeven en dat valt eind februari. Dus tot dan zou alles in stijgende lijn moeten zijn, als alles goed uitkomt. Ik zal je ook zeggen, normaal krijgen wij wel eens een stel pannenkoeken toegewezen als Rijnmond koppel. Wel, of deze week hadden we gewoon 2 toppers. Ja, dan weet ik niet hoe dat komt, dat ik in het verleden 2 pannenkoeken had. Maar het was inderdaad fijn om voor jullie te rijden en om die media-aandacht mee te pikken. Dat is zeker niet onbelangrijk. Ook niet voor onze sponsors, onze clubsponsors en ook zowel voor jullie. Dus dat is heel fijn. Vorige keer vroeg ik je wat je favoriete Rijnmond-programma was. Zei je, ik heb nog niet gekeken. Hoe zit het nu? Dat portret van mij ken je dan maar. Ja, dat beviel wel? Ja, dat was wel een leuk portret. Ja. Dat was wel tof. Dat was heel tof. Oké, jullie aanwezigheid hier als Rijnmond-koppel beviel ons wel. Dus dank u zeer. Ja, dank u wel.